een meisje die was ook op dat festival waar ik dronken was, die hield mij een beetje, die hield mijn handje vast. En ik zei tegen haar, hier, zeg tegen Koen dat ik van hem hou, weet je wel. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over alcohol. Eerste keer alcohol was bij een vriendin thuis met wie ik in de klas zat op het gymnasium. Het was in Den Haag met Koningendag was dat nog. Mijn allereerste keer alcohol was gegeven door mijn broer tijdens mijn eerste horecabaantje. Hij was toen kok en ik stond in de spoelkeuken. En ik was best wel jong en hij dacht van, dit is een mooi moment om Jurs even bier te gaan leren drinken. En toen had ik Koeberg gedronken, dat weet ik nog. Echt een paar van die shotjes had ik genomen. En stonden we in een menigte en opeens alles ging draaien. Echt helemaal zo. En toen dacht van, wat gebeurt er? En toen stond een vriend van naast mij die zei van, wat gaat dit? Ik zei, nee, ik voel me niet goed. Hij heeft toen gewoon op een avond werken, na ieder uur zette hij weer een biertje neer. En die dronk ik dan met heel veel tegenzin op. Maar toen heb ik het wel geleerd. En op een gegeven moment, toen stond ik in die spoelkeuken en toen dacht ik vind het wel lekker. Bedankt broer. Bij één glas alcohol ben je eigenlijk al onder invloed. Na 2 à 3 glazen mag je dan niet meer rijden. Drink je meer, heeft het steeds meer effect op je lichamelijke functies. Dat is wat anders ook dan het roeseffect. Het roeseffect kan je wel veel later voelen eigenlijk. Dat je echt het gevoel dat je echt dronken bent. Terwijl je echt na 2 à 3 glazen al minder goed functioneert. Ja, ik drink denk ik niet heel veel alcohol, behalve wijn. Ik drink wel echt veel wijn. Maar ik ben niet echt van het zuipen van vodka tot ik kapot ga of zo. Maar ja, een goed glas wijn is wel bijna dagelijks, komt dat wel voor. Ik drink eigenlijk best wel vaak 0.0. Alleen als ik echt goed feest, dan heb ik zin om ook veel te zuipen. Ik drink niet zo heel veel alcohol. Sowieso niet vaak heel veel. Dus ik drink niet veel op een avond. Als ik drink, is dat vaak gewoon 1 of 2 biertjes. Dat vind ik wel lekker, dat ontspant ook wel een beetje. Maar echt dat dronken worden, dat is eigenlijk niks voor mij. Nou, ik ben 3 jaar geleden ben ik overgestapt op rode wijn. Eerst vond ik dat echt smerig, maar nu kan ik daar zo van genieten. Als je alcohol drinkt en je merkt dat je dat steeds vaker gaat doen, dat je steeds meer alcohol bijvoorbeeld ook nodig hebt om er wat van te voelen. Maar vooral als je er vaak de volgende dag er spijt van hebt, als je van plan bent het niet te doen, echt even een weekend niet te drinken, toch weer hebt gedronken, je daardoor weer ruzie krijgt misschien met je vriend, vriendin of andere mensen in je omgeving. Al dat soort factoren, ja, dan hebben we het wel over problematisch alcoholgebruik. En toen 1 avond was ik zo dronken dat ik gewoon niet meer op mijn benen kon staan. En toen lag ik dus bij Bar Street, gewoon waar al die mensen liepen, lag ik op de grond, op mijn buik, te kruipen, te kotsen. Ik kon gewoon niks meer. Dus die vriend van die kwam naar me toe en zegt, what the fuck, wat gebeurt hier? Oh, en we hadden ook een spel. En volgens mij had ik het gewonnen en je was iets van 10. Je kreeg 10 punten als je met een man zoende over de 50 jaar oud. En er was 1 man in de club. Nou, het was gewoon echt een soort opa. En ik was 15 en ik heb daarmee getonkt. En ik was helemaal blij met mijn punten. Ik denk dat het meest gekke is wat ik ooit dronken heb gedaan in Rodos. Toen was ik daar met vrienden. Dat is echt zo'n walgelijke vakantieplek. Maar zij wilde nog uit. En toen dacht ik van, nou, ik ga wel mee. En toen gingen we naar een andere bar, een karaokebar was dat. En wij kenden die barman. En toen zijn wij daar neergezet bij die barman. En toen had ik gezegd, wil jij Bastia letten? Hij zegt, ja, is goed. Toen waren zij lekker gaan dansen. En elke keer was hij drugs uit is. En elke keer als ik met mijn hoofd naar voren viel, want ik was zo dronken, kwam hij naar me toe en gaf hij weer zet naar achter. En toen gingen we kijken of ik met een grote diamant in mijn oor meer meisjes zou kunnen krijgen. Een meisje die was ook op dat festival waar ik dronken was, die hield mij een beetje, die hield mijn handje vast. En ik zei tegen haar, hier, zeg tegen Koen dat ik van hem hou, weet je wel. Weer verder kotsen. Maar dat is niet echt iets geks doen natuurlijk. En toen heb ik heel veel meisjes versierd. Maar ja, meisjes versieren was nooit het ding bij mij. Ik had er alleen weinig gevoel bij. Maar het werkte wel. Alcoholgebruik is niet overal toegestaan. Let dus op, want in sommige parken en op pleinen is het verboden om alcohol in het openbaar te dragen of om het te drinken. Dat wordt dan meestal aangegeven door een bepaald bord. Het besturen van alle voertuigen onder invloed is verboden. Dus dat geldt ook voor fietsen.
Het is zeker wel eens misgegaan met alcohol, ja. Blijkbaar, wat ik nog weet, was dus dat ik een dubbele whisky nog bestelde en dat ik die zo in één keer achterover sloeg. Maar en daarna weet ik het niet meer. Ik heb altijd nog wel naar huis kunnen lopen, al hoefde ik niet heel ver te lopen. En toen vertelde dus mijn huisgenoot van ja, je hebt tegen de barmens geschreeuwd, horeca challenge, horeca challenge. Elke keer als ze iets bij iemand ging neerzetten. Ik weet ook niet wat dat betekent. En ik zei de hele tijd tegen haar, ik ben ouder dan jou, ik ben ouder dan jou. En ik was blijkbaar heel agressief en heel erg irritant. En ik kon niet meer op mijn benen staan. En toen heeft ze mij zo naar huis gesleept. En ja, maar dat alles weet ik niet meer. Een blackout van alcoholgebruik is als jij centrum van je korte termijn geheugen door de alcohol wordt verdoofd. Daardoor sla je geen informatie meer op en weet je de volgende dag niet meer wat er gebeurd is. Je hoeft daarbij niet buiten bewustzijn te raken. Als ik zeg kater, zeg ik nu doodgaan. En dat is echt, ik ben nu 28 en mijn katers worden echt veel, veel erger. Nou, op zich valt een kater bij mij eigenlijk altijd wel mee. Ik moet wel zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik hem voel. Dramatisch. Echt ellendig. Ik vind een kater echt het allerergste op de wereld. Sommige mensen leggen een bodem bij alcoholgebruik, maar je wordt daardoor niet minder snel dronken. Je voelt het misschien een beetje anders omdat je wat in je maag hebt, maar je wordt even snel dronken.